Oeral is weer los. 10 dagen lang barst Skylge uit haar culturele voegen. 1000 artiesten, meer dan 100 voorstellings en tussen de 50 en 60.000 bezoekers worden er verwacht. Ik verjoer het al elke dag het Oeral Journaal, waarin wij verslag doggen van dit grote festival. Joer het met de Friese hinders van Theater du Centaur. En we gongen met de vreun van Oeral naar Gran Reneta. Mensen die meer voor Oeral dwaan willen als alleen maar een kaartje keerpje als naar de voorstelling gaan, die kennen ik vreun van Oeral worden. Vreun van Oeral die kennen vergees naar de spektakelvoorstelling van Gran Reneta. Herman Zijlstra die ging met Willem Bakker, die al 20 hier bij de club zit, en Jan Toonstra, die hem krijgt onmelden heeft, naar de voorstelling. Mijn vrouw is al lid van Vreun van Oeral, dus we gaan één kaartje. Nou ja, logischerwijze word ik er nou ook lid van. Hoe lang bent u al lid? Ik weet niet, Oeral bestaat al meer dan 20 jaar, dus ik denk wel bij de 20 jaar rond. Denk. Bent u ook altijd een beetje een hippie gebleven? Ja, ik ben een beetje in die tijd bij stilstaan, ja, lijkt het wel, ja. Ja, ja ik vind het gewoon wichtig dat het hele Oeral gebeuren steunt, want het is natuurlijk een uniek gebeuren hier in het noorden. En Jilde van de vrienden van Oeral gaat voornamelijk ook naar het straattheater. En ik denk dat is een wezenlijk onderdeel van het hele Oeral. Muziek is erg belangrijk voor mij. Hè? Muziek vind ik mooi. Acrobatiek. Muziek en acrobatiek, dat vind ik wel van de mooiste. Dankjewel. Heb je al mensen gehad die geen vriend waren en die wel naar binnen wilden? Nee, nog niet. Nee, helemaal niet. Allemaal vriend. Allemaal vriend. Gaat heel goed hier. Nee, zeker. Fantastisch vond ik. Wat een fantastische artiesten en gewoon allround, hè? Toneelspeel je maar ik, muzikanten. Iedere mens die in zijn podium, andere mens die in zijn spiel. Irak werd ook nog in beeld gebracht, dus dat was die oorlog in Irak met raketten. Ik weet niet of het nou pro of tegen oorlog van Irak was, dat weet ik niet. Maar nou, als het allemaal zo zijn, dan gaat het wel. Hè. Als het allemaal zo zijn, dan. Dan gaat het wel. Wat is dat te doen? Ja. Je bij mij twee mensen die in hege mate artistiek verantwoordelijk binnen van dit festival. Joop Mulder en Jos T. Eerst maar even Joop. Daar is dan hier tussenuit West. Een burn-out. Dat liep niet op zich net zo heel noffelijk. Maar aan de andere kant, ja, zoals sabbatical. Dat is het eerste ding wel, hè. Kun je ik rond die aan om weer na te denken over nieuwe dingen. Wat heeft hij dat in artistieke zin opsmieten? Nou, in ieder geval is het natuurlijk zo dat voorheen was het Joop Mulder, artistiek alles. En nu waren we met z'n drieën, Kees, Jos en ik. En dan, je hebt in één keer een sparringspartner. Dat is sowieso heel erg aan de basis van een ontwikkeling. Want daarmee kun je gewoon met elkaar veel makkelijker overleggen van nou, waar willen we naartoe, wat gaan we doen.
En dat heeft er eigenlijk al heel wat opgeleverd. Maar daardoor trek je het ook wat meer in de breedte. Dat het niet artistiek gezien van één persoon afhankelijk is. Daarnaast is het zo dat we gewoon wel heel duidelijk willen dat het meer en meer met het landschap te maken gaat krijgen. Dus we willen eigenlijk ook het landschapstheater willen we wat meer naar ons toe trekken. En wat wel een belangrijk besluit ook is dat we gewoon meer met gerenommeerde gezelschappen repertoire willen brengen. Het is ontzettend belangrijk dat dat vorm wordt gegeven door een paar mensen. En dat het niet op één iemand, van één iemand afhankelijk is, want het is veel te groot festival. Wat zit dat als het al stiltjes waar je even dienst uit dit verhaal? Kijk, ik ben natuurlijk theatermaker, dus ja. Ik ben geen festivalmaker. Dat is toch eigenlijk een andere tak van sport. Dat is Joper, dat zijn Kees, zijn echte specialisten. Ja. Dus ja, ik blijf natuurlijk, mijn hart blijft ik altijd wel beoeren. Maar denk ik, als ik hier ben, zal het steeds meer zijn met een voorstelling, met een eigen ding. Of met een begeleider. En als het allemaal doorgaat, het hangt allemaal af van de politiek. Zoals altijd. Ben ik in Utrecht bezig, heb ik natuurlijk een andere relatie tot Oerol. Maar het contact zal altijd blijven. We hadden wel iets liggen. De Centaur, heel mens, heel hinder, bloot een magisch wezen. Het Franse zelskip Theater du Centaur is het hier ik weer op het eiland mooi een act. En daar broeken ze Friese hinders voor. Henk de Biezenbeek gie mooi hinstervakker Margriet van der Weijden van Nijgeer naar de voorstelling. Het ben hun ben. Ja, het ben echt hun ben. Alles. Alles. Hun hele leven van die meesken zit in teken van hun beesten. Logisch dat artistiek directeur Joop Mulder van dit hier theater de Centaur vregen hier voor de officiële openingsact van Oerol 2008. Verliene hier wie haar voorstelling Cargo om is het onbetwiste hichte punt. Dus is er ook dit hier een soort belangstelling van het publiek voor haar nieuwe voorstelling, Flux. Hield al van Margriet van der Weijden uit Nijegeer. Want Theater de Centaur kocht bij haar hierste horderij een Fries kinder voor een nieuwe show in de toekomst. Zij zochten een nieuwe hinder, want ze hebben wat oudere hinders. En, want ze door heel lang het opleiden van zijn hinder voor een voorstelling. En ze hebben een nieuwe hinder nodig. En ze wien hier op de Schelling hier, ik wil wat besjoen, maar ze zochten een heel, wij nemen dat een barok hinder, een beetje, plat wij zijn, een beetje ouderwets hinder. En dan begin je ben ik een beetje zakenvrouw, dus dan begint alles te draaien. En ik denk, kassa rinkelt. Nou ja, dat ach. Ik denk dat het net een sponsor ik hem zelfs. Maar ik weet hier een twee barokke hinders thuis die ik misschien in aanmerking komen kon. En ik ga hem uitnodigen. Hoe benaderen zij hun hinders? Ja, dat is wel een leuke vraag eigenlijk. Want wij zeggen altijd, meesken, dat ze de hinders wel hinders laten wijzen moeten. Dat het geen meesken binnen. En eigenlijk, zij vermeesken de hinders eigenlijk. Kun je het eigenlijk onder hinders merken? Ja, want ik bedoel, ze lusteren je. Krijgt dan is het vergelijkje als mijn heerlijk gedresseerde hond. De hinders de lustreren naar wat zij willen. Zij praten met de hinders. De reacties op de voorstelling Flux binnen verdeeld. Benamen het feit dat het spul dit keer salits en kwadhoden is, stelt meesken teleur die hetzelfde spektakel als Verline hier verwacht je. Flux vertelt het verhaal hoe de onmogelijke leefde tussen een man en een vrouw als een centaur binnen. Heel meesk, heel hinder. En de leefde voor het hinder van de beide berieders Camille en Manolo dit ek heel fier. Vaaks zoenen ze zelfs centaur wijzen willen. For us, one and one is one, because Graal and Camille are the two parts of one characters. They are both, but they are only one. Ze hebben de hinders altijd bij hun, de rest van het gezelschap geeft mijn bus. Maar ze hebben de beesten bij hun. De reiziger, zeg maar. Ze, alles, hun hele leven van die meesken zit in teken van hun beesten. Compared to last year, and home builders continue to worry about the housing market.
Ik ga er eigenlijk rund voor. Het is zo indrukwekkend, het samenspel tussen mens en dier. Het ongelooflijke vertrouwen wat die hinders in die mensen hebben, dat is kunst. Ja, echt ongelooflijk. Dat moet die dingen zien. Dit wordt verjoerd. Nee, voor u is dit hier het videoweblog van Eilanders. Zeg maar eens eventjes op uw website wat oor op het shirt voor Flang van het Heartbreak Hotel. En wat doen we morgen? We gaan naar Jelly Skippers, die theater maakt op het waard. En we gaan naar een muziektheaterstik, maken toch fjouwer folkbands die beziek je de tijd stil te zetten. En dan.